Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Nikki en ik zijn weg geweest, een nachtje weg voor Valentijn. En nu we thuis zijn gekomen, wacht een heel leuk pakketje voor Nikki en ook voor mij. Het is eigenlijk een Valentijns cadeau voor ons allebei. En ik dacht, dat is wel heel leuk. Je hebt het vast al in de titel gezien. Om even in deze vlog te unboxen en aan jullie te laten zien. Want het is echt mega vet. Ik had net ook gewoon mijn jas nog aan toen ik de intro aan het filmen was. Zo van, ja, dat moest van mij. Zo excited. Oh jongens, hier komt-ie. PlayStation 5, baby. We hebben de PlayStation 5 disc editie. Zodat ik al mijn games die ik op de PlayStation 4 ook nog steeds kan spelen. Ja, een leuke doos, Nikini. Dat is leuk. Die PlayStation 5 is net zo groot als jij bent onderhand, joh. Ja, groter dan de Guinea. Ja. Hier staat de PlayStation 4, hier staat de PlayStation 5. Ja, in de doos, hè? In de doos. Nou, maar kopen die doos. Ja? Ja. Even laten showen, come on. Wil jij hem niet openmaken? Nee, opschieten. Opschieten, duurt te lang. Duurt te lang. Wie maakt nou zo rustig en beheerst een doos open? Ja, niemand toch? Wel. Dadelijk is het niet goed, dan moet je hem terugsturen. Gewoon een guinea. Wat is dat nou allemaal? Ja, wat gebeurt hier, hè? Ze denkt, jullie komen thuis, ik krijg helemaal geen knuffels, maar deze doos moet open. Dit vertrouw ik niet. Een doos in een doos in een doos in een doos. Nog een doos. Daar is die jongens. Komt die Nikki? Kijk niet. Mooi. Oh. Oh, deze is zwaar joh. Laat hem niet vallen, hè, handred. Oh, Nagini, Nagini, Nagini. Wat is Nagini dom met? Het is hem. Mooi. Groot, hè? Die moet zo prominent naast de tv, vind je niet? Mm-hmm. Ja, als je dan... Hou eens vast. Ja, want we hebben nog een reserve PlayStation ook, hè? Beetje vies, maar dan zie je het verschil. Ja, kijk het verschil tussen die twee. Wat het verschil is tussen die twee. Ja. Dat is echt niet normaal. Deze is tof, ja, dit is ja, de oude. De verbouw. De verbouw PlayStation. Ja, die is tijdens de verbouwing een paar keer even om het hoekje wezen kijken. Ja, dat was dus niet zo ideaal. Nou, die deed het al niet goed. En volgens mij was dat de PlayStation Pro. Ja, dat Pro is jouw PlayStation, dat was die van mij. Ja, maar nu hebben we er eentje samen. Echte goals. Ja. Dit is pas koppel goals, hè? Koppel goals, samen PlayStation, hè? Ja. En dan de rest hoort helemaal niet. Samen PlayStation. Al die meuk hier weg. Alle meuk weg. Ja, dan zie je weer Mattia met alle meuk. Prullen. Nog meer meuk. Nog meuk. Nog standaard foto. Is niet eens van ons. Meuk. Nee, dat klopt. Dat is volgens mij vrouwen versus mannen. Mannen zien overal meuk. En vrouwen overal. Mooi! Oh my god! Ah, hier gaat die hierin staan. Ja, die is mooi, man. Zo. Ja, mooi. Ik ga meteen dat ding aansluiten en vast, want dan kan ik dadelijk na het schaatsen meteen gamen. Zal ik dan... Dan moeten we ook de game installeren. Welke? Destiny. Destiny 2. Toch... Ja, die heb ik. Heb ik een code van. Oh, oe. Wat is dat? Ik film jou, oké? Heb je nog één ding nodig? Ja? Nieuwe tv. Ja, dat klopt. Onze tv is een beetje klein. Zet je hem hier op? Ja. Is dat niet voor de controller? Zet je hem daar op? Weet ik niet.
ga even op de bank zitten. Nee. Zoiets. Ja, zo, dat leek wel goed eruit te zien. Zo. Volgens mij is dat een soort lader. Ja, volgens mij moet de PlayStation wel hierop, hoor. Kun je niet even in de gebruiksaanwijzing kijken? Oh, hier staat het. Ja, daar moet hij op. Kijk, je ziet hem hier horizontaal. Nee, we willen verticaal, toch? Zo. Ja, dan moet die pinnetjes aan de achterkant. Deze bedoel je? Ja. Dus zo? Wat? Ja, zo. Iets. En dan die haak. Die opening. Bevestigt de standaard. Geacht of dit verticaal, ja, je moet hem in de standaard zetten, ja. Oh, je kunt het draaien of zo. Draai het boven en onderste gedeelte van de standaard in tegengestelde richting. Blijf draaien tot je klik hoort. Heb je dat gedaan? U moet de standaard opnieuw configureren voor de positie van uw console. Draai het boven en ondergedeelte standaard in tegenovergestelde. Zo, dit is een klik. Ja. Plaats de console met de achterzijde naar boven gericht en verwijder vervolgens de dop op het schroefgat. Daar dat dopje moet je verwijderen. Ja, de dop. Ja. Plaats het console met de achterzijde naar boven. Ja. Bevestig de dop van het schroefgat aan de onderzijde van de standaard. Dat heb je nog niet gedaan. Verwijder de schroef uit de onderzijde van de standaard. Oh ja. Bevestig de standaard en zet deze vast met de schroef. Draai de schroef vast met de munt, een vergelijkbare voorwerp. Kun je eventjes een schroefdraaier pakken? Kun je deze niet gebruiken? Ja, doe het eventjes. Dat gaat niet, oké. Okay. Ik pak een schroefdraaier en zet even de camera neer dan. Blijf me altijd weer verbazen over jou. Een muntje of een schroefdraaier? Een muntje die heb ik niet meer, want ik heb nu een portemonnee zonder kleingeld. Ja, ik genoeg. En dan moest je dat dopje er weer op zetten, geloof ik, of niet? Nou, ik denk niet dat dat kan. Dit is wel een hele realistische... Voilà. Zo. Oké. Zo. Top. Sluit de HDMI-kabel en netsnoer aan. Moet je nog iets doen met het overzetten van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5? Nee, dat lijkt me niet. Volgens mij is het allemaal verbonden aan je account. PlayStation account. Hmm. Lijkt mij ook. Ja, lijkt mij ook. En de adapter. Ik heb helemaal een gesponsord outfit. Ja, kracht. Ja. Allemaal als personal training volgen bij Kracht in Culemborg. Of deal. Krijg je deze erbij? Nee, de PlayStation krijg je niet, hoor. Nee, maar jou. Ja. Of iemand anders van Kracht. Ja, dat kan ook. Ja, ik heb hier alleen geen stopcontact meer. Dus... Zat jij in de doos, Nagini? Nagini komt uit de kast. Zo brand op meisjeskatten. Ze komt uit de doos. Ze fout van dozen. Gaan we dit... Moet ik iets doen? Of mag ik gewoon zo blijven zitten jou filmen? Nou, dat is wel gewoon realistisch natuurlijk. Ja, ik zat even te denken van... wat ik doe met de stroom. Maar je kan de oude PlayStation toch weghalen? Ja, maar ik heb die hier in dit kastje met de stekkerhoes. Zie je, zitten er alles snoeren in. Ja. Alleen, en daar is het lastige,
Deze is niet lang genoeg, dus eigenlijk moet dan de PlayStation die aan kant. Die kant, oké. Okay. Daar kan ik wel bij helpen. Misschien kun jij deze meuk hier aan die kaars en dingetjes en zo. Want, hij heeft er hier bij staan. Een beetje veel, hè? Nee hoor. Hier zit dus allemaal deze driehoekje, rondje, kruisje en het vierkantje. Eigenlijk wel even een controle erbij kopen. Ja, ik wel. Wordt mooi, hè? Het ligt wel lekker in de hand. Ja, nou. Je wou iets anders zeggen. Ja, ik wist niet of dat gepast was. Nee, dat is niet gepast. Dat goed ingeschat. Hoppa! Nee, dat staat er nog niet. Oh. Jongen. Ja, ik heb slow. Sluit de netwerkkabel aan, heb je volgens mij niet gedaan. Nee, want de netwerkkabel die hier ligt, die doet het niet. Nou, hoe kan dat nou? Ja. Hey. Ik wil. Ik ga eigenlijk nog een keer doormeten waarom je het niet doet. Ja. Oké. Okay. Schakel de dus. TV in en stel de ingang op in op HDMI. Schakel uw PlayStation console aan door op de aanknop te drukken. Spreek dan met muziek, hè? Oké. Kijk, en nu moet je de draadloze controller met de USB-kabel aansluiten. Ben je blij? Nee. We hebben niks. Daar geloof ik niks van. Dat is toch leuk? Oh, nu hebben we helemaal geen leuke dingen meer naast de computer. Maar daar heb je dat ding op. Volgens mij zijn we aardig. Dan moeten we alleen nog kijken of ons wachtwoord nog weten voor. Ja, voor de PlayStation account. Je moet ook een manier. Oké. Even uitzetten. Ik pak jullie er weer bij als we een game gaan installeren. Oké, het is 2 dagen later inmiddels. We hebben na het vorige shot zijn we gaan schaatsen en probeerden we ons PlayStation account te koppelen. Alleen we waren allebei onze wachtwoorden vergeten. Dat heeft ons een dag geduurd om uit te zoeken welk e-mailadres we gebruikten. En, nou ja. In ieder geval hebben we de PlayStation 4 gekoppeld aan de PlayStation 5. Dus alle spellen die we op de PlayStation 4 hadden, kunnen we nu ook op de PlayStation 5 spelen. Ik heb zelfs een nieuwe uitbreiding van Destiny 2 geïnstalleerd. Daar is Nikki gisteren mee al aan de slag gegaan. En zelf heb ik Astro gespeeld. Echt mega leuke game die al op de PlayStation staat. Wil je nou meer game gerelateerde, of ja, mij zien gamen op de PlayStation of Nikki? Dan zou ik zeggen, volg me vooral op Twitch, want daar komt de gameplay van de PlayStation. Voor nu laat ik het zitten bij deze video. Ik vond het echt mega leuk om deze unboxing te doen. Hij was best wel uitgebreid. Waren we zo, ja, echt best wel realistisch hoe je een beetje aanmoddert als je zo'n console binnenkrijgt. En waarschijnlijk doet iemand anders het heel anders unboxen dan dat ik het doe. Of samen met Nikki doe. Dus dat vond ik wel leuk om vast te leggen. Ik hoop jullie ook. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de video. En laat me even weten welke games jij wil zien op de PlayStation 5. En dan kunnen we dat binnenkort, wie weet wel, op mijn Twitch kanaal spelen. Fijne dag. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video.